Welkom bij Vlogmas dag 9. Goedemorgen allemaal, het is voor mij vandaag maandag en het is alweer 9 december, jongens. We zijn alweer over een week heen. We hebben een week en een dag gehad. Ik ben net wakker. Het is 8 uur. Ik ben best vrij laat gaan slapen voor mij doen. Ik ben pas om 12:30 in slaap gaan vallen. Ik lag echt continu heel onrustig te draaien. En ik zat maar te denken aan Jack die er niet meer bij roadtrip zit. En dat ik morgen weer naar stage ging. Omdat ik natuurlijk de afgelopen week niet ben geweest. Omdat ik ziek was. Er ging van alles door mijn gedachten heen. Maar goed. In ieder geval wel. Ik ben wakker en ik heb op zich vrij rustig en genoeg geslapen hoor. Ik heb best vast geslapen, dus dat is wel mooi. Ik werd vanmorgen, ik werd om 7:45 wakker. Nou ja, ik ben even naar de wc geweest en ik heb een kopje koffie gezet. En ik heb mijn laptop er even bijgepakt, want ik wil even een vlogmas video gaan kijken. Vind ik wel leuk om te doen, aangezien ik toch op tijd wakker ben. En ik nu toch even een beetje de tijd heb. Oh, is mijn hoofd in de garland. Maar goed, ik ga dus heel eventjes nog een vlogmas video kijken. Ik klink verkouden, dat ben ik niet. Maar dat komt omdat de lucht in mijn kamer hier heel droog is. En de air diffuser heeft niet aangestaan vannacht. Normaal staat hij aan midden in de nacht. Maar nu even niet. Ik ga een video kijken. En let's go. Te gaan. Het is inmiddels 8:30. Mijn wekker is net afgegaan, want dat zou eigenlijk de tijd zijn waarin ik wakker zou worden. Dus alsnog eerder, want eigenlijk ben ik gewoon binnen 3 kwartier een uur klaar. Maar nu heb ik nog 2 uur de tijd om me klaar te maken. Ik hoef iets voor 10:30 ga ik pas weg. Dus ja, ik zou zeggen, we gaan eruit jongens. Ik heb geen zin. Ik lig veel te lekker. Het is veel te gezellig in mijn kamer, maar het is tijd om weer lekker aan het werk te gaan en mijn dag te beginnen. Ik heb eigenlijk wel heel veel zin om weer naar stage te gaan vandaag. Zeker zo'n tussendienst na een week ziek zijn geweest. Is echt wel heel erg chill. Morgenochtend daarentegen wel heel vroeg op. Maar goed, dat geeft niks. Ik ga er lekker uit. Hoppa. Ik trek gelijk mijn bed even recht. Want ik heb echt een hekel aan als ik dat zo laat liggen. Het is op zich nog vrij netjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Normaal is het echt gewoon al een mes. Maar nu niet. Ik vraag me trouwens af hoe het de komende week gaat lopen. Omdat ik nu eigenlijk mijn eerste week heb met stage erin. Hoe vlogmas nu gaat lopen. Of ik het allemaal bij ga houden. Of ik het ga redden. Zeker vanavond. Ik kom vanavond dus gewoon om 7:30 ben ik klaar. Dan ben ik misschien om 8:00, 7:45 ben ik thuis. Dan moet ik nog gaan editen. En daarna moet ik gaan slapen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd. Vandaag kan ik natuurlijk op de dag niet heel veel filmen. Maar ik probeer er wel wat van te maken. Daarom pak ik ook nu voornamelijk heel veel de gelegenheid. Kijk, let trouwens niet achter je. Want ik sta gewoon doodleuk in mijn onderbroek en mijn shirt. Want die broek die is echt heel warm. Aangezien mijn kachel heel hoog staat. Goed, ik ga mijn bed opmaken. En dan ga ik me aankleden. Ik ben aangekleed, mijn haar is gedaan. Ik heb dit blauwe shirtje aan. Zwarte broek. Mijn fans. En er ligt daar ook een trui die ik zo meteen lekker aan doe. Maar het is nu nog heel warm hier. Mijn bed is dus helemaal rechtgetrokken. Alles is netjes, alles is ingepakt en ready. Maar ik wil voordat ik mijn make-up ga doen, want mijn olie op mijn gezicht moet toch nog intrekken. Wil ik eventjes de adventkalender open gaan maken en nog een kopje koffie gaan halen. Dan ga ik daar lekker op mijn plekje zitten en ga ik mijn make-up doen. Goed, daar zijn we dan. Ik zit op mijn poef die ik hier dus gisteren heb neergezet. Dus we liggen iets hoger, dat is wel wat fijner.
Ik ga gewoon weer met de spaarkalender beginnen. Dat vind ik toch vaak wel wat leuks om te beginnen. Dag nummer 9 zit hier en is een heel groot vakje. Oh, ik ben benieuwd. Zal het er nog in zitten of zal het naar beneden zijn gevallen? Maar ja. Ik dacht al dat ik dat vermoeden had. Maar goed, ik weet dus al wel wat het is. Want het zat in dag 1. En dan gok ik. Juist, het is deze. Die is dus naar beneden gevallen. Er zit dus voor vandaag badzalt in. Nou heb ik geen bad. Maar je kan dit bijvoorbeeld ook gewoon op een schaaltje leggen. Dan ruikt je kamer lekker bijvoorbeeld. Dus dat vind ik wel heel chill. Ik hoop dat er morgen niet iets naar beneden is gevallen. Maar we gaan het meemaken. Die hebben we gehad. Dan gaan we naar deze. En hier is het gewoon makkelijk, want het zijn doosjes. We gaan naar nummer 9. Het is een kleintje vandaag. Het is niet heel groot. Ik ben benieuwd. Hij klinkt leeg. Oh, hij is niet leeg. Oh, we hebben stickertjes. Voor op de nagels. Oh, hier ben ik heel, heel blij mee. Ik ga er gelijk 2 op mijn nagels zetten. Gewoon. Omdat het kan. Kijk hoe lang het blijft zitten. Waarschijnlijk niet lang. Is heel leuk. Ik hou echt van die nagelstickertjes. Vind ik echt heel tof. Ze zitten. Super blij mee. Oh, doosje dicht. En het doosje netjes weer. Terug in de kalender. Die weer lekker op zijn plek. En we zijn klaar. Ik ga mijn make-up doen en even snel nog een kopje koffie halen. En ik ben klaar. Op zich gewoon heel relaxed gehouden. Ik heb wat pukkeltjes weggewerkt. Ik heb een heel klein beetje goudachtige oogschaduw op. Mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Klein beetje highlighter en blush. En that is it. Ik heb een lipscrub op. En ik heb nog een kopje koffie die ik lekker ga opdrinken. Die nu goed te drinken is. Net als die echt gloeiheet. Ik ga zo mijn bril nog opzetten. Die moet ik nog even helemaal schoonmaken. Het is 9:15, jongens. Ik ben echt serieus best wel op tijd klaar. Ik hoef 10:15, 10:30 hoef ik pas weg. Dus ik heb nog ruim een uurtje. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ja. Happy me. Toppie. Goed, het is tijd om alles in te gaan pakken. Of ja, alles. Mijn laptop in de tas. Even nog wat gaan eten beneden. Voor de rest eigenlijk vrij weinig. De bril ligt daar. Moet ik nog even pakken. Zo. Maak hem zo wel helemaal schoon. Tada. Telefoon even in mijn kontzak. Deze doe ik even een stukje open en doe mijn raam weer lekker dicht. Anders is het hier vanavond in de vrieskist. Oh. We gaan zo, jongens. Of ja, zo. Het is 9:15. Dus ik heb nog wel heel even. Maar ik ga wel naar beneden. Ik ga eten en mijn laatste paar spulletjes pakken. Mijn avondeten in mijn tas doen. Dat soort dingen. En dan
gaan we naar stage. En het regent heel hard. Dat vind ik wel jammer. Goed. En deze meid is onderweg naar de stage. Mijn voet begint echt met de dag mee bij te doen, jongens. Dat is wel echt een nadeel. Maar goed, ik ben onderweg naar de metro. Daarna ga ik op de bus. Ik heb lekker mijn dikke sjaal aan en mijn jas. Lekker warm. Ik heb mijn rugtas op. Ik heb druiven in mijn zak gedaan. Zodat ik die zo een beetje kan eten. En dat ik niet weer mijn hele rugtas uit moet gaan pakken. Daar heb ik nog niet zoveel zin in. Dus we gaan lekker onderweg naar stage. Ik heb er wel zin in. Ik kreeg alleen net te horen dat ik vanavond met alleen maar uitzendkrachten sta. Nou hoop ik dat het uitzendkrachten zijn die er al vaker zijn geweest. Want als dat niet zo is, dan ben ik bang dat ik mijn hele avond erop moet gaan rennen. Maar ja, daarentegen. De vaste ploeg die nu staat, die staat goed. En die gaan pas om 3:30 weg. Dus ik hoef me niet echt druk te maken. Oh. Het doet heel veel zeer in mijn voet, maar goed. In ieder geval ga ik lekker op naar stage. Ik heb alles ingepakt. Eigenlijk had ik dat nu allemaal niet nodig achteraf. Maar goed, dat geeft niks. We gaan in ieder geval lekker onderweg. Ik zeg, let's go. Ik ben op centrum. Ik ga nu naar de bus toe. Zo. Komt over 7 minuutjes. Ik ben nog aardig op tijd. Dus ja, ik ben eigenlijk vrij benieuwd hoe laat ik dan uiteindelijk straks weer kan filmen vanmiddag. Want het zal denk ik best wel heel even duren. Aangezien ik van 11 tot 7:30 aan het werk ben, kan ik niks filmen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het allemaal meemaken. Nu in ieder geval wachten op de bus. Die komt over 7 minuten. En dan gaan we lekker naar stage. Ik heb er wel zin in, dat wel. Ik vind het gewoon wel weer leuk om lekker te werken, ondanks de pijn in mijn voet. Ik heb er al wel wat voor ingenomen, maar ik heb er wel zin in. Ik ben benieuwd. We gaan zo lekker naar stage toe. Klaar met werken. Goed. Ik loop buiten. Ik ben afwachten waar mijn vader staat. Ik kom hem namelijk halen. Ik heb geen idee waar hij staat. Ik zie hem ook niet, om heel eerlijk te zijn. Dus ik hoop dat hij er al is. Ik ga even een paar kleine boodschapjes halen. En daarna dan ga ik lekker naar huis. En lekker vroeg mijn bed in. En editen. Hij staat dus aan de andere kant. Oh. Ja, op naar huis. Goed, boodschappen zijn gehaald. Ik ben thuis. Ik ga editen. Ik ga de vlog gelijk afsluiten. Ik ga me zo omkleden. En lekker gelijk mijn bed in. Wat ik wel nog eventjes ga doen voor ik de vlog afsluit, is natuurlijk even de verlichting aanzetten. Goed. Bedankt jullie voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken de komende 2 weken met mijn stage dagen. Kijk, nu valt het mee. Ik ga nu gewoon snel editen. Dan is het allemaal klaar. Bedankt jullie voor het kijken. Ik hoop dat het enigszins een beetje boeiend was. Maar goed, ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlogmas.